Welkom in deze tutorial over acties in Illustrator. Vandaag gaan we met onze acties een isometrische kubus maken van de drie vierkanten die we voor ons zien. Maar sta me toe even toe te lichten wat acties in Illustrator juist zijn. Acties zijn reeds handelingen in Illustrator die je opneemt en later opnieuw kan laten afspelen op andere objecten. Indien je acties niet zichtbaar zijn, kan je de acties terugvinden onder het windowpalet bij Actions. Om een nieuwe actie te creëren, ga ik onderaan rechts hier naar het icoontje van Create New Action. Er wordt mij gevraagd om de actie een naam te geven. Ik ga de actie Lift Copy noemen. Als ik nu op het Record knopje druk, begint Illustrator de actie stap voor stap op te nemen. Ik zie in de reeds voorgemaakte actie dat ik horizontaal 100% mijn object moet schalen en verticaal 86,6% verschalen. Schalen doe ik hier bij de Scale tool door daarop te dubbelklikken. Omdat ik deze actie reeds voorheen heb uitgevoerd, staat dit momenteel nog juist. Let erop dat je kiest voor non-uniform en niet voor uniform. Non-uniform horizontaal 100%, verticaal 86,6%. En ik druk op OK. Je kan ook altijd previewen of de handeling die je gaat doen juist is. Dat doe je door deze checkbox aan te vinken met waar daarnaast staat preview. En je drukt op OK. Het volgende dat ik moet doen is share. En share is het verleggen van de punten. Het share-icoontje vind je eveneens waar je het scale-icoontje hebt gevonden. Je dubbelklikt hierop en ik zie dat ik min 30% moet share. En ik druk op OK. Vervolgens moet ik het object roteren. En roteren vind je in hetzelfde paletje. Ik dubbelklik op roteren en ik moet min 30% roteren. En ik druk op OK. Ik druk op stop om de actie te laten eindigen met opnemen. Om te controleren of dat mijn actie gelukt is, ga ik dit object kopiëren door Alt in te drukken en met het zwarte pijltje het object weg te slepen. En ik laat mijn actie erop afspelen. De actie is gelukt. Verwijder het extra object. Nu kunnen we onze volgende actie maken. Ik klik even de eerder gemaakte acties en de nieuw gemaakte actie in. En ik klik de eerder gemaakte actie voor de top uit. Ik selecteer alvast mijn object. Ik creëer New Action. En ik noem deze actie Top Copy. En ik druk terug op Record. Ik zie dat ik eerst moet scalen. We vinden het Scale tooltje onder dit paletje. Ik dubbelklik op Scale. De verhoudingen zijn hetzelfde als de vorige keer, dus ik mag gewoon op OK drukken. Het volgende dat we moeten doen is opnieuw sharen. Oh, excuseer. Sharen bedoelde ik. Ik zie dat ik 30 graden moet sharen. Ik druk op OK. En het laatste dat ik moet doen voor deze actie is roteren. Ik dubbelklik op roteren. En ik doe min 30. En ik druk op OK. Ik eindig opnieuw het opnemen van de actie door op de Stop Playing Record te drukken. Ook nu ga ik met het zwarte pijltje eventjes dit vlakje kopiëren. En ik laat opnieuw de actie hierop afspelen. Dat is gelukt. Ik klik de twee acties eventjes in om meer duidelijkheid te krijgen. En we gaan onze laatste actie aanmaken. Ik druk terug op Create New Action. Ik ga deze actie write copy noemen.
Ik druk op record. Ik selecteer mijn laatste vierkant. Ik moet eerst scalen. Opnieuw volgens dezelfde verhoudingen. 100% horizontaal. Verticaal 86,6%. Dat mag gewoon staan blijven. Ik druk op OK. Ik moet nog een keer sharen. Dit keer moet het 30 graden gesheerd worden. Dat mag blijven staan. Ik druk gewoon op OK. En als laatste moet ik nog een keer roteren. En deze keer moet ik 30 graden invullen in plaats van min 30. En ik druk op OK. Ik stop terug met opnemen. Ik maak eventjes snel een nieuw vlakje aan om te kijken of de actie gelukt is. Ik laat de actie hierop afspelen. En de actie is gelukt. Prima. Het laatste wat we moeten doen is zeker controleren of dat alle vlakken mooi met elkaar aligneren. Ik breng deze alvast vrij dicht naar elkaar toe. Ik ga nu inzoomen. Dat kan je op twee manieren doen. Of met het zoomtoeltje of met de command en plus. Ik druk op command Y om in de outline modus te geraken. Ik heb mijn smart guides reeds opgezet en ook mijn snap to point. Op die manier kan ik de vlakken makkelijk naar elkaar toe laten komen. Een beetje verkeerd. Voilà, perfect. Ik zoom uit. Dat ziet er netjes uit. Je kan met deze techniek ook op een andere manier aan de slag dan enkel kubus te maken. Zo heb ik onlangs zelf deze poster ermee gemaakt. Ik wens jullie heel veel succes en veel plezier met deze tutorial.